Uh, Werd ah, gezet. Ja. ja. Dus ja. Nu een verhaal van een mevrouw van 74. Hè? Ja, eigenlijk twee vrouwen. Ik weet niet hoe oud de andere is. Oké. Okay. Het zijn twee vriendinnen en ik denk dat ze in de 70 zijn. Okay. Allebei. Beide hebben ze hun hele leven gewerkt. De een op Curaçao bij de bank en de televisie. De andere in de zorg hier in Nederland. Nooit hebben ze een lening gehad. Op dinsdag en donderdag halen ze hun spullen bij de voedselbank. Voor een vriendin die niet lekker is, koken ze soep. Bij een oudere dame met kanker brengen ze tomaten en komkommers. De ene krijgt 900 euro energietoeslag, de andere krijgt die niet, omdat ze 12 euro te veel heeft aan inkomen. Ik ben 74, je gaat mij niet zeggen dat ik niet in aanmerking kom, zegt de ene. En dat ze soms denkt dat het geld niet naar de juiste mensen gaat, maar laten we daar niet heen gaan, want dan word ik lelijk. Soms hebben ze iets gekocht en hebben ze iets over, dan bellen ze iemand. Soms gaan ze met een vriendin naar de dokter en brengen haar naar huis om op dezelfde dag op een trein te stappen naar Rotterdam waar een andere vriendin hulp nodig heeft. Ze moeten lachen als ik hen vraag wat ze zouden doen als Mark Rutte op de koffie zou komen. Via het kindje van Roy Donders en de roddel dat hij uit en in en uit de kast gekomen is en het feit dat Rutte volgens hen anders is, komen ze uit op Mark kan misschien ook veranderen. You never know.